Hoi allemaal, leuk dat je kijkt. Dit is de Nationale biedenstrijd van Bid72. Ik heb de handen weer geboden met Bob en dit is de laatste hand. Um, ja, je mag hier openen en ik uh, heb de kaart van Bob gepakt om die te laten zien. Je opent natuurlijk één klaveren. Je partner biedt één ruiten. Dat is gewoon een natuurlijk systeem. Vier of meer ruiten en zes of meer punten. Er komt één schoppen tussen. Nou... Op een lage kleur doen we geen uh, supportdubbel of iets dergelijks. Dus je biedt hier gewoon twee klaveren. Partner, ik heb klavers. Zuid biedt ook nog een keer mee. En je partner zegt dublet. Nou doublet is hier gewoon informatief uh, en vraagt gewoon nadere informatie over je kaart. En waarbij inderdaad fits voorgaan voor dekkingen. Dus je biedt hier drie ruiten. Partner, ik heb een drie kaart ruiten mee. Partner biedt drie schoppen, vraagt naar nog meer informatie en vraagt ook wel om een uh, uh, schopperdekking. Dus je biedt hier drie sans, waarmee je vraagt dat de bieding klaar is. Dus zoals je ziet staan er nog een paar biedingen onder. Dus ze zijn nog niet klaar, want je partner biedt vier ruiten. Slem interesse met ruiten. Nou, je hebt eigenlijk al verder niet zoveel extra's beloofd. Uh, en je hebt hier eigenlijk twee opties om te bieden. Je kunt hier via sans bieden om af te wijzen. Of uh, een cue bieden om uh, interesse te tonen. Nou, je kunt hier heel mooi de hartencontrole overslaan. En de schoppencontrole aanbieden. Partner, ik heb schoppencontrole. Uh, schoppencontrole valt goed. Via sans. Het ligt er aan hoe je dit afspreekt. Maar wij bieden vijf klaveren met één of vier uh, je hebt hier namelijk uh, alleen maar Schopaas. En parnabiet zes ruiten. Dit was het hele spel. Het was hier eigenlijk wel voornaam om het in de hand van uh, West te krijgen, wat ik zelf heb uh, gehad, omdat je koningboer Klein van harten hebt. Dus vandaar dat we hier gekozen hebben voor zes ruiten en niet voor zes klaveren. Niet zozeer door de fit en troef, maar meer om de positie. Nou, hier het hele spel. Veel mensen ook wel interessants in de vijf klaveren. Lastig handje. En zes ruiten was natuurlijk ook wel op het randje, maar niet erover, want het uh, gaf een prima score van negen. Ik zeg dankjewel voor het kijken. Veel plezier met het. Bieden van de handen van Bit72 deze week, en ik zie jullie graag volgende week weer terug. Veel plezier, de groetjes.